Hallo, ik ben Anna van Terug naar Eden en dit filmpje gaat over het tuinontwerp wat ik gemaakt heb voor ons perceel. Het is niet helemaal voor jullie goed duidelijk natuurlijk wat hier allemaal op staat, maar verderop in het filmpje komt er nog een duidelijke foto waarin je alles terug kan zien waar ik over vertel. We hebben hier een terrein van een kleine 1000 vierkante meter op deels klei, deels zand. Het ligt op het zuidoosten. Dit is dan zuidoost en de lijn noord-zuid is ongeveer diagonaal door het perceel heen. Ze houdt in dat de zon hier ongeveer opkomt en die draait dan zo naar het westen en dan gaat hij daar weer onder. Dus nou, mag niet klagen, dat is eigenlijk ideaal. Wat ook nog heel mooi is, is dat het terrein dat loopt iets hellend. Dit is het huis en dit zijn de gebouwen. Hier is het hoogste punt en het loopt hier geleidelijk aan, zachtjes aan naar beneden. Dus het houdt in dat ten opzichte van de zon, als je denkt aan een tribune van bijvoorbeeld voetbal, dan zitten de mensen laag en dan steeds hoger. Dat is dus eigenlijk hier met het terrein vanzelf al zo. Dat alles wat je hier bovenin neerzet het hoogst is en hier is het laagste punt. Nou, ik werk vanuit verschillende technieken, vanuit de technieken van de permacultuur. Dat is een Engels woord samengesteld uit permanent en cultuur. Principes van biologisch moestuineren en ook van Back to Eden. Wat ik dus net vertelde over de ligging van het perceel van laag naar hoog gezien en ten opzichte van de zon die dus zo over ons perceel heen draait. Dan is het handig, dat is vanuit de permacultuur dit principe, dat je je hoogste beplanting aan de noordkant zet. Bij mij is dat dus diagonaal, dus dit is dan zuiver noord. Maar omdat mijn perceel rechthoekig is, is dit bij mij dus zeg maar zoveel mogelijk noord. Ik heb dan laagstambomen en halfstam fruitbomen. Maar het idee is eigenlijk, dit is ongeveer, de bovenkant in beeld is ongeveer de helft van ons perceel. En in de bovenste helft zitten dus de gebouwen en de dierenverblijven. En de onderste helft is dus de moestuin en de eetbare bostuin. En vanwege de schaduwval van de zon valt het dus zoveel mogelijk in de bovenste helft van ons perceel. De hoge bomen die hier geplant staan, de schaduw valt dan ook op het bovenste gedeelte van het perceel. Dat is ook bewust zo gedaan. Als je nu weer het principe voor je haalt van als je in een tribune zit, waar iedereen van beneden naar boven is ingedeeld, is dat hier hetzelfde. De hoge bomen staan bovenaan. Daaronder staan een hele rij met zwarte en rode aalbessen. En daaronder is weer een hele laag met aardbei. Die zijn nog weer lager. Dus ze zijn qua hoogte verschillend. En ook qua lijn allemaal ten opzichte van de zon. Dat heeft als voordeel dat als de zon dan opkomt, dat de zon al die lagen de hele tijd dat de zon schijnt kan beschijnen. Er staat niets in elkaar schaduw, omdat alle schaduw naar achter valt. Bij de permacultuur heb je 7 lagen van het niveau van hoe jij je bostuin of je moestuin hebt opgedeeld. Dat is eigenlijk het principe wat je dus in een bos ziet. Zo ziet een bos in de natuur er ook uit. Je hebt de hoogste laag, die heb ik dus hier niet in zitten. Dat zijn de hoge bomen. Dat zijn de hoogste bomen die je in het bos kan vinden. In een eetbare bostuin is dat bijvoorbeeld een walnotenboom. Of een pekannoot, de grotere, hogere bomen. Daar moet je dus ook een flink terrein voor hebben om dat weg te kunnen zetten. Daarna krijg je de lage bomen. Daaronder vallen ook de fruitbomen, de halfstam, de hoogstamfruitbomen, de laagstamfruitbomen. Soms is het een beetje discutabel. Een grote struik krijgt dezelfde hoogte als een lage boom. Maar ik probeer toch zoveel mogelijk echt een boom in de groep van laag of hoge boom weg te zetten. De struiklaars, dat is in dit geval de zwarte en de rode aalbessen. Daartussenin zit een kruidlaag, die heb ik hier niet ingetekend, daar kom ik straks even op terug. Dan heb je de bodembedekkers, die dus over de grond heen kruipen.
Dat zijn de aardbeien. Dan heb je nog de gewassen die in de grond zitten. Dat zijn de knollen en de wortelgewassen. En daartussenin zit ook nog een laag met klimmers. Want die klimmen dan ook nog tussen de lage en de hoge bomenlaag door. Dus voor het mooie zou je dus hier ook nog een kruidlaag tussenin kunnen zetten. Dan ga je helemaal van laag naar hoog. Ik heb ervoor gekozen om het hier niet te doen. Omdat ik hier tussenin zie dat natuurlijk niet. Omdat dit alle kronen zijn op de maximale maat die ze hebben als ze uitgegroeid zijn. Je kijkt dus hier van boven naar beneden op het terrein. Maar als je er tussendoor loopt, dan is onder die bijvoorbeeld deze halfstam is ook ruimte om andere dingen te plaatsen. En dat noem je een gildebeplanting. Als je planten met elkaar bewust in eenzelfde stukje zet. Je zoekt planten uit die een voordeel hebben van elkaar, die elkaar ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld een plant als een smeerwortel bij een fruitboom zetten, omdat de smeerwortel van heel diep mineralen en voedingsstoffen omhoog haalt. Dit is een appelboom waar de appelboom zelf niet komt. En dan kun je ook die smeerwortel, de bladeren daarvan oogsten en rondom de appelboom liggen, zodat de bladeren opgenomen worden en dan die stoffen die die smeerwortel omhoog heeft gehaald opgenomen kunnen worden door de appelboom. Dat is dus een voorbeeld van planten die elkaar ondersteunen met betrekking tot voedingsstoffen. Je hebt bijvoorbeeld ook allerlei uiachtigen. Die heb ik er ook onder staan. Sieruien is leuk om te zien. Het is goed voor de bijen. Maar uien hebben ook een schimmelwerkende wering. Als je dan de uien een beetje op de uiteinden van waar de wortels komen van de appelboom zo rondom neerzet, dan zorgt dat ervoor dat er dus dat schimmel niet in de boom en ook uiteindelijk niet op je fruit terechtkomt. Zo zijn er allerlei samenwerkingsvormen van planten die je bij elkaar kunt zetten. Dat het totaalplaatje daar dus een voordeel van hebt. Dat noem je een gildebeplanting. En in die gildebeplanting heb ik dus heel veel soorten uit de kruidlaag, die ik hier nu niet tussenin gedaan heb, die staan daar ook tussen. Dus op die manier krijg je veel meer ruimte in je tuin. Het conventionele tuinieren is horizontaal. Je hebt gewoon een horizontaal vlak en daar komen al je plantjes naast elkaar te staan. Maar permacultuur en back to Eden ga je ook verticaal, want je gaat van de kleine laag die laag bij de grond is en zelfs die bolle laag die in de grond is, steeds hoger, steeds hoger, steeds hoger. Dus je tuin is horizontaal qua breedte en lengte wat je weg kan zetten, maar je tuin is ook verticaal qua laagte en hoogte van beplanting die je door elkaar heen dus in het ontwerp zet. Dat principe van de gildebeplanting die ik hier bij de fruitbomen toepas, dat principe ga ik ook toepassen in het gedeelte wat dus biologische moestuin wordt. De conventionele manier van tuinieren, als je hier dan één vak hebt, dan doe je dat hele vak vol met bijvoorbeeld alleen maar aardappels. Een mooi voorbeeld uit de permacultuur is een bekend principe, dat wordt drie zusters genoemd, dat is een maïsplant. Een maïsplant die groeit mooi rechtop omhoog, sterke plant. Je kunt daarom klimboontjes zetten. Die klimboontjes wentelen zich om de maïsplant omhoog. En de ruimte die je horizontaal overhoudt tussen de maïsplanten kun je laten begroeien met pompoenen. Dus ook in deze gedeelte van de biologische moestuin, daar pas ik ook principes toe uit de permacultuur, zodat ik ook niet alleen van de breedte en lengte tuinier, maar ook in de verticale lijn van boven naar beneden. Dat voer ik in het hele stuk door. Als ik aardappelen zet, komen er bij die aardappelen bijvoorbeeld ook koriander, Afrikaantjes. Allerlei dingen die bij elkaar passen. Dus ik heb de tekening iets naar onder verschoven, zodat het bovenste deel van het terrein in beeld komt. Maar wat ik al zei, de gebouwen zitten allemaal in de bovenste helft. Dit is een gedeelte, een voorkant, dat zit op het noordwesten. Daar zal niet heel veel zon komen, omdat het ook schaduw van de huizen natuurlijk naar de voorkant zal vallen. Daar heb ik wel een hele serie planten kunnen vinden die bijen aantrekken. Ik heb er zelf nog een zure kers halfstam in staan en een mahonie. Een boom en een struik die ook allebei vruchten en bessen opleveren die gegeten kunnen worden. De gevels stellen ook altijd mee in een ontwerp wat met de principes van permacultuur werkt. Want ook je gevel, maar ook een schutting bijvoorbeeld, is ook een verticale lijn waar dingen tegen groeien. Dus hier heb ik een peperbes gepland die langs de gevel zou gaan groeien. Dat is een bessoort die heel goed in de schaduw op zijn gang kan gaan.
Hier hebben wij nog een gedeelte waar we kunnen parkeren. Dit is een plaats waar ik nog wil uitzoeken of ik hier misschien een vrij, niet zo brede, maar wel hoge boom kwijt kan. Ik zat misschien te denken aan een lijsterbes of misschien een berk. Dat wordt ook niet van die hele brede kronen, maar gaan wel mooi de hoogte in. Zodat ik ook een boom van de hoge bomenlaag in het ontwerp kwijt kan. Aan deze kant, dat staat niet helemaal op het scherm, maar hier is dus ook een hele haag. Dit is de bovenste helft, dus dat is niet zo heel erg als hier wat schaduw over de gebouwen valt. Het is soms zelfs wenselijk, zeker als het zo heet is in de zomer, dat er, dit is de geitenstal, dat op de stal dan ook wat schaduw kan vallen. Dat de geiten er ook wat profijt van hebben. Dit zijn allemaal de grote struiken, zoals hazelnoot, Amerikaanse vogelkers, een aantal vlier. Hier ook aan de achterkant heb ik ook een braam staan, die dan onder de struiken door ook weer zijn ding kan doen. Die kant van het perceel, dat staat niet op het scherm, maar ook de zijkant van dit perceel, daar heb ik hier ook allemaal weer bloemen en vaste planten geplant die voor de bijen weer een functie hebben. En daar langs deze gevel, die zal iets meer zon gaan pakken omdat daar de ochtendzon ook komt. Daar heb ik ook Japanse wijn bij staan die ook langs die gevel het huis weer gaat begroeien. Dus ook je gebouwen, dat hele huis rondom, zit helemaal in de klimmers. Want deze kant is dus de zuidkant waar de zon op komt. En hier ook, dit is zuidoost, zuid en zuidwest. Dus dit hele stuk is behoorlijk zonnig. De gevel is ook met rode stenen, die houdt ook warmte vast. Dus hier krijg je een ander microklimaat, wat warmer is. Waardoor hier dus heel fijn een druif kan groeien. Een kiwibes heb ik er geplant. Dus ook de gebouwen worden helemaal mee ingepakt met het ontwerp. Dus op die manier heb je veel meer opbrengst uit je tuin, omdat je niet alleen maar vlak blijft tuinieren, maar dus ook de hoogte ingaat. Nou, wat ik al zei, dit is de geitenschuur. Ze hebben hier een uitloop. Hier onderin zijn de kippen geplant met een ren. Die kippen kunnen ook achter de schuren onder de bomenhaag langs, helemaal naar voren naar het perceel, om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Dit vind ik ook niet zo erg, want hier ga ik ook geen groentes verder zetten. Dus de kippen mogen daar gerust de snippers door elkaar krabbelen en onder het gras doorgaan. Hier onderin is nog een verblijf voor de eenden gepland. De eenden krijgen wel een deel van het onderste helft van het terrein, omdat eenden niet in de tuin graven en verder geen schade aanrichten, mogen zij dus ook in een deel onder de fruitbomen in de gildebeplanting hun slakjes en torretjes bij elkaar gaan zoeken. En achter de lage bomen van de kersen, de pruimen en de appels, daar staat ook de konijnenren, die is nu onder in beeld. Daar heb ik ook daar neergezet, omdat dat op een gegeven moment ook de bomen schaduw gaan geven. En de konijnen verblijven dan ook op het heetst van de dag in de schaduw zullen zijn. Nou, dit is een beetje in het kort een verhaal over het ontwerp van onze tuin. Als het wat beter weer is en wat minder wind, dan kom ik er ook op terug. En dan kunnen we buiten ook wat dingen laten zien. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om alvast te zien hoe het ontwerp in elkaar zit. En ja, hoe het dan uiteindelijk moet gaan worden. Nou, bedankt voor het kijken en ik hoop tot een volgende keer. Dag!